Nou, gaan we over, hè? Hier is de senioren. Kijk, informatiefolder van de seniorenraad Berkeland. En nu staat je hier op de Reurse Winterdag. En ja. U bent de woordvoerster van de seniorenraad? Ja, ja, ja. Ja, ineens de woordvoerster. Ja. Oké. Okay. En? Vertel over de seniorenraad. De seniorenraad is een stichting hier in de gemeente Berkeland die de belangen van senioren behartigt op allerlei manieren. Ja. Dat is onder meer door in samenspraak met de gemeente aandacht te vragen voor kwesties die belangrijk zijn voor senioren. Ja, oké. Okay. En wat zijn de speerpunten? Nou, dat kan gaan over de verkeerssituaties hier, als er onveilige plekken zijn in een dorp. Dan vragen we daar aandacht voor. En we hebben bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd met anderen dat er dit jaar strooikisten zijn neergezet. De strooikisten, ja. Omdat er niet meer op alle plekken wordt gestrooid in de gemeente. En er daardoor ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Kijk. En een ander onderwerp is de transitie die er op dit moment plaatsvindt. De transitie? Ja, van de gemeente. Ja, dat is een modern woord, hè? Dat horen we vaker. Wat is transitie? Transitie is eigenlijk de overgang van de wetten die... Sociale wetten. Noem maar opnieuw, de sociale wetten. Sociale wetten die eerst op landelijk niveau werden uitgevoerd. Dat gaat over de zorg, de zorg en de WMO. Ja. En waar dat voorheen op landelijk niveau gebeurt, gebeurt nu door de gemeente. Maar dan wordt tegelijkertijd bezuinigd. Dus dat heeft grote gevolgen, ook voor de mensen die het betreft. Okay. Er zijn dus straks minder voorzieningen en dat moet op een andere manier worden gedaan. En hoeveel leden heeft de seniorenraad? De seniorenraad heeft op zich geen leden. Het is een stichting. Maar er zijn 15 bestuursleden. Die allemaal vanuit de verschillende dorpskernen worden geselecteerd. Of zich aanmelden. En nog een speciaal speerpunt voor Ruurlo? Nou ja, dat is een stukje welzijn. Dat gaat onder meer over het monitoren van voor elkaar. Het monitoren, wat is monitoren? Het in de gaten houden van elkaar. Het in de gaten houden van de pilot voor elkaar. En ook met hen weer samenwerken om voor ouderen een aantal concrete zaken op te zetten. Zoals een ouderensoos, een scootmobielpool en eventueel een eettafel. Dat mensen... Een eettafel, aansluittafel, dat mensen een stukje sociaal contact kunnen krijgen via een maaltijd. Oké, okay. Nou, dankjewel. En een vredig nieuwjaar. Hè? Hetzelfde. Daar gaan we vanuit, toch? Daar gaan we zeker vanuit. Oké, dankjewel. Ik moet nog leren om eenvoudige taal te gebruiken.